since it's November. Turn on kids for mom teaching, fanning, fanning, srevidensino. Day from 20 November, Stranakis wa uma pitching, fanning, fanning, srevidensino. Dag kijkers, welkom bij 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Het Nationaal Informatie Instituut feliciteert de totale Surinaamse gemeenschap met deze bijzondere dag. Van het jaar wordt deze viering gedaan in het district Saramaka. Mijn naam is Juanita Ormskerk en ik sta er samen met mijn collega Kevin. Goedemiddag ook vanuit mijn kant. Gefeliciteerd met 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid. En zoals mijn collega Juanita zei, de festiviteiten vinden dit jaar plaats in het district Saramaka, hier in Koroni. Het begint aardig druk te worden. Er zijn al een aantal culturele optredens geweest. En naast ons is 30 jaar bezig met hun optreden. Geniet u van de dag. Juanita gaat op zoek naar de districtcommissaris om als burgervader een eerste reactie van hem te nemen. Wat ze ervan vindt dat dit groot instrument in zijn district geworden wordt. Kijk u met ons verder mee. We hebben de districtscommissaris van Saramaka gevonden. Deze, vandaag is de grote dag, 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid in uw district. Ten eerste, goedemiddag en welkom in het mooiste district van het land Suriname. En ik wil zeggen, je bent mooi. Dank u wel. Dank u. Nu kunnen we verder gaan. Ja, wat was die vraag weer? Uw eerste reactie, hoe voelt het aan? Ik denk dus als je naar me kijkt dat je weet hoe het aanvoelt. Ik ben bijzonder blij, tevreden ook na zoveel zwaar arbeid dat we hebben verricht. En ik ben natuurlijk trots dus dat het in mijn district gehouden wordt. Het is voor mij een eer. Onze president die wordt gefrankeerd door de Asante Hinne, die komt naar uw district. Wat is uw reactie daarop? Ik mag trots zijn als districtscommissaris. Ik ga de geschiedenis in als de commissaris. De eerste commissaris die na 1975 een koning heeft mogen ontvangen in het land Suriname. Dat, vindt u dat alles tot nu toe goed verloopt? Ja. Het gaat goed. Ik mag niet klagen. Het team van de presidentiële commissie en het team van het commissariaat hebben samen heel wat werk verricht. En u ziet het resultaat. Dus men houdt alles constant in de gaten. We hebben een batterij aan mensen. Qua veiligheid, qua orde, qua organisatie, qua productie. Er is een batterij aan mensen nu op de been om alles in goede banen te leiden. Dus het zal goed gaan. Oké, we hebben op social media ook vernomen dat mensen de brug willen barricaderen. Omdat ze waarschijnlijk de verontschuldigingen van de koning willen hebben naar de Surinaamse gemeenschap. Wat zegt u daarvan? Nou kijkt u, het is eigenlijk zo dus dat we in een democratische rechtsstaat leven en ieder mag zijn mening uiten. We hebben een vrije meningsuiting. We dienen elkaars mening te respecteren. Echter is het zo dus dat wanneer jij op de openbare weg komt, en een brug is ook een deel van de weg, en wanneer je op de openbare weg komt, dien je daarvoor dus, en je wilt activiteiten gaan ontplooien, dan dien je daarvoor vergunning te hebben. En ik mag u één ding zeggen, dat DC Lakshmi Narayan Dubey geen enkel vergunning heeft verleend om bij welke brug dan ook één of geen actie te ondernemen of te ontplooien met betrekking
tot het belemmeren van het verkeer. Dus dat is helemaal niet zo. Er is geen vergunning verleend en dan wil ik de mensen die daarachter staan oproepen van hieruit, heel beleefd en netjes, naar alle lespikkie roep ik ze op. Om daarvan af te zien, omdat vooral wanneer we zien dus dat er een grote, enorme drukte vandaag op de weg, dan kunnen we verkeersgebruikers niet gaan duperen vanuit Paramaribo naar Nikeri en omgekeerd, want dat is een heel belangrijke verkeersader daar. Het moment dus dat mensen het verkeer gaan belemmeren, dan zullen er instituten in het werk gesteld worden om het verkeer dan weer vrij te houden. We gaan gezellig verder met defilé parade, alles eromheen. Hey, dit is nou maar een mooie defilé parade, dit is nou maar een mooie residentie vier in de geschiedenis. Ja, Sarah Makaai. Dus ik ben blij dat je hier bent, want je zal het zelf verslaan met NII. En sorry in beeld, want Sarah Makaai, ay boss, atof, aswiti. Natuurlijk, DC, de mensen die nog thuis zijn, wat zegt u aan hun? Blijf niet thuis, kom gauw, want anders ga je veel missen. Zo'n residentie vier ga je nooit meer meemaken. Dank u wel, DC. Graag gedaan. Het begint aardig druk te worden hier in de straten van Groningen. Mensen uit verschillende districten trekken naar hier om deelgenoot te zijn van de verschillende activiteiten die gehouden worden in verband met de onafhankelijkheid 2018. We gaan proberen enkele mensen op straat te vragen wat ze ervan vinden dat de activiteiten hier plaatsvinden en wat 43 jaar onafhankelijkheid hun zegt. Komt u met ons mee. Bent u zelf ook van Saramaka? Nee, ik ben van de stad. En u bent er naartoe getogen om te komen genieten? Klopt. Wat vindt u van de sfeer? Nou, gezellig. U geniet? Ja, tot nu toe. Blijft u ook voor de parade om het te bezichtigen? Jawel, zeker. Okay. Wat zegt u aan de Surinamers voor deze bijzondere dag? Nou, gefeliciteerd en geniet van de dag. Dank u wel en geniet u verder. Ik sta hier met een lieve mevrouw die met haar zoon aan het genieten is. Mevrouw, u bent naar Saramaka gekomen om te genieten van de activiteiten? Ja hoor. En wat vindt u tot nu toe van de dag? Ja, leuk, maar alleen is het weer niet goed. Nou, het weer is niet goed. Laten we hopen dat het zo blijft. Ja, dat ook. Wat heeft u allemaal al gezien voor vandaag? Wel, ik heb gewoon even gelopen, maar niet zo wat ik wou. Oké, maar wat wil u dan? U zegt niet zoals u wou. Wat wilt u dan? Meer activiteiten. Maar blijft u voor het defilé? Ja. Ik kom vanuit Nikeri. Helemaal uit Nikeri. Dit is toch geweldig? En u gaat vandaag terug? Ja, vanavond. 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Wat vindt u daarvan? Ik vind het geweldig. Echt. En ik ben op vakantie. En ja, om het dan zo mee te mogen maken is perfect. De sfeer zit erin? Ja, zeker weten. We waren heel vroeg gekomen, want we dachten van, jee, toch hebben we een mooie spot en we zitten perfect hier. Dus blijven jullie de hele dag om te genieten? Jawel, we hebben sleutel, we moeten afsluiten, dus jawel, we blijven tot het einde. We zitten in de auto, dus we blijven. Hey. Welke boodschap hebben jullie voor de Surinaamse gemeenschap? Ja, Srevidense. Ik heb toevallig dus de documentaire gekeken van Trifosa. En het is Bondru en we moeten het allemaal zelf doen. Toch? Zelfstandig zijn en bundelen, krachten bundelen. Dus dat is de boodschap. Laten we dat doen. De zelfstandigheid hebben we al. En nu moeten we krachten bundelen om stappen te kunnen maken. En uw boodschap? Mijn boodschap is soortgelijk als die van hem. Maar ik zou ook zeggen, hou meer van jezelf. Want hoe ik de mensen hier zo zie, voor mij is het mijn eerste keer Suriname. En hoe ik de mensen zo zie, ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon van. Ik ben thuis, dus ik zou kunnen zeggen, blijf zo doordoen. Taku Bondru, laten we genieten van het leven. Alsjeblieft. En de president van de Republiek Suriname, die is in aantocht. En hij heeft zich begeven naar het district waar dus de parade en het defilé wordt gehouden. En ook de Asante Hine, de koning van de Ashanti, die zal aanwezig zijn bij deze grote viering hier te Saramaka. En niet te vergeten, onze president is gefrankeerd door de First Lady van de Republiek Suriname. Suriname jongen, echt mooi konderen hè. Mooi konderen jongen, echt. Echt waar. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Wat een mooi land hebben jullie hoor. En ik kom terug in Suriname wonen.
Maakt u het voor het eerst mee? Ik maak dit voor het eerst mee. Kippenvel. Kippenvel. Vroeger werd het altijd in het district Paramaribo gehouden. We zeggen in de stad. Wat vindt u ervan dat het nu iedere keer naar een ander district gaat? Nou, fantastisch. Wat Boutersen doet, niet normaal. En ik vind dat andere mensen, andere steden of districten, moeten ook de kans krijgen om dit mooie ding mee te maken in Suriname. Niet alleen maar in de stad, maar ook in alle districten. Als ik zeg gefeliciteerd 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid, wat zegt u? Jij ook. Ik ook? Jij ook. En ik zeg nogmaals, ik ben hier geboren. Ik blijf een mooie Surinaamse vrouw van Suriname. Dit is mijn land. Geniet u van de dag. Jullie ook, fantastisch. Thank you. Terwijl deze mevrouw de kinderen flink aan het spelen zijn, gaan we een heel kort babbeltje met haar houden. Mevrouw, goedemiddag. Goedemiddag meneer. U bent ook naar Saramaka gekomen om te genieten van de activiteiten? Jawel. Van waar komt u? Ik kom van Paramaribo. En u komt helemaal naar Saramaka om te genieten van Srividensi? Jawel. Wat vindt u tot nu toe van de dag? Zo, het is heel gezellig en het is inspirerend. Sinds president Bouters is aangetreden, is hij met het idee gekomen om elk jaar de viering in een ander district te houden. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het heel goed hoor, omdat je overal een beetje kan zijn in Saramaka, in Para, overal een beetje. En je kent de plaatsen ook beter. U bent alleen, u bent met uw gezin hier? Ja, met mijn zoontje en mijn neefje. En wat gaat u nog doen voor de dag? Zo, ik ga even naar de parade kijken, nog even wandelen. We zijn vandaag 43 jaar onafhankelijk als republiek. Wat zegt dat u, 43 jaar onafhankelijk? Zo, 43 jaar zijn we onafhankelijk en we zijn nog zelfstandig. En ja, we doen ons best om het beste te behalen. U zegt we doen ons best om het beste te behalen. Wat zegt u dat Suriname al heeft behaald in die 43 jaren dat we onafhankelijk zijn? Zelfstandigheid gaat niet wat wezen moet, maar het kan beter. Wat heeft u te zeggen aan Suriname die nu kijkt? Zo, Suriname, sta op en doe je werk. Niet luieren. Dan gaan we vooruit. Is dit uw zoontje? Oh, dit is uw zoontje. Oké, goedemiddag. Hoe gaat het met je? Goed, meneer. Je bent net gaan spelen. Ja, meneer. En hoe vond je het? Leuk. En hoe vind je de activiteiten die nu gaande zijn hier in Groningen? Ze zijn leuk en goed. Okay. Wat wil je allemaal nog meer doen? Dan moet je lief kijken naar tante. Wat zij moet je brengen toch? Ja. Wat wil je nog meer doen voor vandaag? Lekkers kopen, eten, spelen en genieten van de dag. Genieten ga je zeker, er is genoeg te doen. Dag jongeman. Ik woon al 22 jaar in het district. Mijn voorouders zijn ook van het district Saramaka. En wat vindt u ervan dat dit alles met Srividensi naar uw district is gekomen? Geweldig, want het is een stukje decentralisatie. Kijk, alle districten krijgen een beurt en zo leren Surinamers ook elk deel van hun land kennen. Want je hoort Saramaka wanneer je zegt ik woon in Saramaka. Mijn god, zo ver! Jullie hebben de route meegemaakt en het is echt niet zo ver. En het is heel mooi. Uw district ziet er vandaag extra mooi uit? Altijd. Ons district ziet er altijd mooi, schoon en netjes uit. We moeten ze alleen maar stimuleren om het nog mooier te maken. En dat moet met vijf. Heel Suriname zo gaan. Een boodschap naar de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder, de bewoners van Saramaka. Laten we in eenheid en liefde met elkaar wonen en laten we het land samen opbouwen, want samen zijn we sterk. Dank u wel. Alsjeblieft. We komen ook enkele buitenlanders tegen en we gaan hun ook vragen. Goedemiddag dames. Suriname is vandaag 43 jaar onafhankelijk. Wat weten jullie daarvan en wat zeggen dat jullie? Nou, het is heel fijn voor Suriname toch? Heel mooi. Ja, bijna 45. Ja.
En is het de eerste keer dat jullie een onafhankelijkheidsviering meemaken? Met in Suriname wel. En wat vinden jullie tot nu toe ervan? Ja, heel leuk. Allemaal muziek en zo. Is echt heel leuk. En wat zijn jullie plannen nog voor de dag? Een beetje rondlopen, een beetje kijken wat er allemaal is met ons groep. Straks hebben we het défilé. Hebben jullie al gehoord wat het défilé inhoudt? Ja, meneer Boutense komt toch langs? Ja, de president komt, maar het défilé houdt in dat er verschillende groepen een parade gaan houden. Hebben jullie dat ooit al meegemaakt? Ja, maar niet met zo'n dag als deze. Dus ik ben heel benieuwd hoe anders het gaat zijn in vergelijking met Nederland. Oh, Mona. Giala mi kings and queens who max up be there. Hey, I don't understand it there. Yeah. Yeah, no me no way. Now I send me bego suku. One ups in bego look of dry way. Sana mi no way, ude. Peye go na da fe come back a day. Sana mi no way. Mi fraga mi no lasi. Mi want you to be that ima. Sana mi no way. Now I think now I'm sunny, now I'm witty white. Well, in a posse pressy, me axi pardon, sana. Fudi mi lip you go na in wa dragon de gotan. Anga sari in mi ati bikam lobi mi no lasi. Aso me wani yere piu sranang. Aye. A wisden jim wa trabuku. Srana yu na nomru ange yu eta mi rutuma. A mi sape ni ome sani ja. Mami sabi taki srana liba ne lonja.